Ja, oké. Goedenavond iedereen. Ik hoop dat iedereen zowel hier als thuis zich comfortabel heeft kunnen neerzetten. Ik ben Shani van Oudtegem en namens VAD en Seven Sound heet ik iedereen van harte welkom op ons symposium over een evenwichtig drugbeleid voor festivals. Het is ruim een tijd geleden dat we met Seven Sound een event zoals deze hebben kunnen organiseren. En de eerste keer dat we samen met VAD een symposium doen. En ik wil dan ook graag op voorhand al een aantal mensen, eigenlijk iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt. De deelnemers voor hun aanwezigheid, de sprekers, de collega's natuurlijk, de mensen van VAP voor het voorzien van de livestream en de medewerkers van provinciehuis. We zijn vanavond met een 70-tal personen. De zaal lijkt misschien niet helemaal vol te zitten, maar thuis zijn er dus een groot aantal mensen ook aan het meevolgen. Dus iedereen ook welkom thuis. Alvorens ik het woord geef aan Sebbe, wil ik eerst met jullie nog even door de avond lopen, door het programma lopen. Dus we starten met de voorstelling van de resultaten en aanbevelingen van het Pop-Arts-project. Dat gebeurt door Bert Housby van de UGent Hogeschool Gent. Nadien zal Jochen van VAD de leidraad voor een evenwichtig alcohol- en drugbeleid op festivals voorstellen. Nadien gaan we even een kleine pauze nemen van 20-tal minuutjes. De pauze gaat doorgaan in de Kobaardhoek, dus als jullie dorst hebben, er zal water, koffie en thee zijn. En nadien gaan we dan starten met het panelgesprek. Na afloop is er ook nog een netwerkdrink en die gaat ook doorgaan in de Kobaardhoek. En verder wens ik jullie een fijne avond toe en dan geef ik nu graag het woord aan... Ah nee, dat is niet waar, niet aan Sebbe, sorry. Aan Bert. Voilà. Die is nog een keer tafel zien. Een goede avond iedereen. Oké, met een draak op de goede slide. Vooraleer ik zelf het woord neem of zelf voorstelling kom doen van het Pop-Arts-project, vroeg ik me af wie er eigenlijk allemaal zo vertegenwoordigd is in de zaal. En dat bedoel ik vooral in de context van preventie, harm reduction, zorg en wetshandhaving. Dus ik ga er ergens vanuit, het feit dat het georganiseerd wordt vanuit Safe & Sound en VAD, dat de preventie en harm reduction wereld goed vertegenwoordigd is. Zou iedereen een keer zijn hand in de lucht kunnen steken die werkzaam is, vrijwillig. Dat is denk ik toch ongeveer de helft. En wetshandhaving, controle, politie, zie ik toch een paar handen. En gezondheidszorg, EHBO, medisch, ook een klein aantal handen om een idee te hebben. Online weet ik natuurlijk niet wie dat er komt aansluiten, maar ik ga er ook ergens vanuit dat de grootste groep preventie en harm reduction zijn. Dus ik ben Bert Housby, ondertussen werkzaam bij Vives Hogeschool, maar dit onderzoek heb ik gedaan als UGent-onderzoeker. Hogeschool Gent was ook betrokken. Ik heb dat niet alleen gedaan. Het was een samenwerking tussen dus Universiteit Gent, Hogeschool Gent en ook de Franstalige kant. Het Franstalige deel werd gedaan door Modus Vivendi uit Brussel. Professor Koen Ponet was de projectcoördinator en dan nog zie je de andere promotoren. En dat onderzoek heeft 2,5 jaar geduurd. We zijn in maart 2019 van start gegaan, is recent afgesloten, afgerond. Dus het is een ideaal moment voor mij en ik ben ook dank VAD en Seven Sound voor de uitnodiging om hier resultaten aan jullie te kunnen voorstellen, aan het brede publiek. Ook nog belangrijk om mee te geven is dat in opdracht van Belspo is dat dit project werd gefinancierd. Dus even een achtergrondschets. Hoe zijn we ertoe gekomen? Bekijk natuurlijk de situatie van voor corona, voor de coronacrisis. De situatie was dan althans dat muziekfestivals als paddenstoelen uit de grond schoten. Alsmaar meer festivals, grootschaliger, die een heel breed publiek bereiken.
Festivals zijn ook gekend als een setting om even te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Alcohol en andere drugsgebruik horen daar dan vaak wel bij. De bedoeling is ook dan dat er wordt ingezet, dat er een aanpak is van dat teruggebruik via verschillende strategieën. En dat is net de focus geweest van het Pophars-project. Het gaande van preventie tot repressie. En ook het feit dat het niet altijd effectief is gebleken of onduidelijk is wat de impact is eigenlijk van al die verschillende soorten interventies, was dat net de insteek waarom we aan de slag gaan zijn met dit onderzoek. Dus de doelstelling van de algemene doelstelling van het project was om een inzicht te verwerven in die percepties van gerelateerde interventies. Enerzijds, dat is het belangrijkste stuk, en dan ook de percepties van druggebruik zelf. Maar de hoofdfocus lag natuurlijk op die verschillende interventies. En vooral vanuit het standpunt van de festivalhangers, maar ook vanuit het standpunt van festival stakeholders. En dan werden een aantal onderzoeksvragen opgelezen, waar ik nu niet dieper op inga. Maar dat is de essentie van het Pophars-project. We zijn via verschillende methoden mee aan de slag gegaan. Er was een kwantitatief luik met de Experience Sampling Method Study, wat er in feite op neerkomt dat er verschillende vragenlijsten zijn uitgestuurd geweest naar onze respondenten, gelinkt aan één experience, aan één ervaring. Dat was in ons geval een festivalbezoek. Dus op zich is het een vragenlijst, een survey, een online survey die werd losgelaten op de respondenten. En dan zijn we zelf ook aan de slag geweest, zijn we naar festivals geweest om observaties te doen van welke gerelateerde interventies er aanwezig waren op die verschillende festivals waar onze respondenten naartoe gingen. Dan spreek ik over het jaar 2019, toen er nog muziekfestivals waren. En dan is er ook nog een kwalitatief luik, waarbij we dan de verschillende, dus zowel de festivalhangers als de festivalstakeholders hebben bevraagd via die semi-gestructureerde interviews. We hebben uiteindelijk een keuze gemaakt van een lijst van interventies, gerelateerde interventies, een vijftiental. Ik ga ze niet allemaal opsommen, maar die vallen wel onder die verschillende pijlers die ik zo net opgesomd heb. Dus ongeveer de helft van de interventies kun je eigenlijk wel plaatsen onder preventie en harm reduction. Misschien toch iets meer uitleg bij drugtesting. Daar is het wel belangrijk om te vermelden dat dat iets is dat in Vlaanderen niet mogelijk is. Er is geen wettelijk kader voor. Dus dat was al eenvoudig. Die interventies of acties zijn er alleszins niet op festivals in Vlaanderen. En de relaxzone ook even duiden, dus niet te verwarren met een chill-out of zo, dat er wat hangmatten hangen of dergelijke meer. Dus het is echt wel een dienstverlening, een service die er is voor niet-medische zorgen, wordt door vrijwilligers en professionals gedaan. En het bekendste voorbeeld daarin is denk ik battery management, dat wordt toegepast op zo'n relaxzone. Dan heb je ook de zorg. Voor een stuk kun je ook wel de relaxzone wat onder plaatsen, maar dat is vooral het meest typische voorbeeld is natuurlijk dan een EHBO-dienst die aanwezig is op festivals. En dan heb je nog het repressieve luik, de wetshandhaving. Voor een stuk zou je kunnen zeggen, die drugstonnen, dat ook voor een stuk onder preventie valt, want er wordt niet bestraft, dat is dan het geven van een drugston als allerlaatste kans om je drugs te deponeren zonder dat het strafrechtelijke gevolgen heeft. Dat is natuurlijk hoe dat je bekijkt, maar het valt natuurlijk onder de noemer politieacties, wetshandhaving. Dus ik start met het kwantitatieve luik, eerst en vooral. Dus de ISM-studie is gebeurd in 2019, toen gelukkiger festivals nog waren, want anders ging ons onderzoek behoorlijk in het water gevallen zijn. Dus we zochten festivalhangers, die hebben voornamelijk via Facebook geronseld, om het zo te zeggen. En die kregen de kans, of die werden gevraagd, om een drietal keer een vragenlijst in te vullen. Voor het festival, tijdens een festival, een hele korte, en dan nog een uitgebreidere achteraf, na hun festivalbezoek. Uiteindelijk hebben we 305 festivalhangers bereid gevonden die de eerste vragenlijst hadden ingevuld. Daar zijn we zeker al mee aan de slag gegaan. Gaf heel wat
interessante data mee. En uiteindelijk zijn er 187 die de volledige rit hebben doorzeten. Maar uiteindelijk zijn de, als je ziet, zijn het zo ongeveer dezelfde groep, zijn er een 60% mannen. De gemiddelde leeftijd is 27, 28 jaar. 3/4 waren Nederlandstalig. En voornamelijk hebben we de groep van voltijdswerkenden en studenten bereikt. Ik heb hier een aantal middelen opgesomd om gewoon een beeld te geven. Dus natuurlijk alcoholgebruik, dat is het hoogste gebruik. Maar ook een 70% heeft ervaring met cannabis en een 45% met ecstasy of MDMA. En dan bij de bevraging achteraf waren er eigenlijk bijna 2/3 die aangaf van één of meerdere illegale middelen te hebben gebruikt tijdens hun festivalbezoek, gelinkt aan, dit onderzoek. Dus dat is wel, denk ik, ik kan wel zeggen dat we de gebruiker die ervaring heeft met illegale middelen wel bereikt hebben met dit onderzoek. Op voorhand werd de vraag gesteld aan die 300 mensen welke diensten zouden, of drugrelateerde diensten zouden gebruiken. Hier hebben we natuurlijk de repressieve acties eruit gelaten. Ik denk dat er niemand wil besnuffeld worden door een drugshond bijvoorbeeld. Dat zou een beetje een oneerlijke vraag zijn. Dus we hebben wel natuurlijk die Mercy Bin, die drugston, erbij vermeld. Daarin zie je dat de groep redelijk, dat het laag scoort. Het is maar 1/5 die aangeeft er gebruik van te zullen maken als het zou aanwezig zijn. Maar bovenaan zie je dan een gratis waterpunt als meest voorkomend. Dan ook zo meer de zorgdiensten, een relaxzone en eerste hulpdienst. Is ook wel is ook behoorlijk populair, om het zo te zeggen. En ook nog een drugstestingservice scoort ook wel nog boven de 80% van de mensen die aangeeft om daar gebruik van te zullen maken. Opvallend is misschien ook bij het Outreach Harm Reduction Team, wellicht is de terminologie ietsje te moeilijk geweest ook, daar heeft toch 1/4 aan, iets meer zelfs, dat eigenlijk niet te kennen. Dus daar kun je natuurlijk ook geen mening over hebben als je niet weet wat het is. Dan die on-the-spot observaties, om daar even over op te focussen. We zijn uiteindelijk naar 26 festivals geweest. Ik denk dat er in totaal een stuk of 70 waren festivals waarop de respondenten zijn, daar gaan we naartoe. Maar we hebben gefocust op de festivals waar er toch meerdere respondenten zijn naartoe geweest. Daar kun je zien, ik kan ze niet allemaal opsommen, maar het meest voorkomende is een EHBO. Ik denk dat dat ook vaak verplicht is, zeker bij een x-aantal bezoekers. Security, Festival Stewards en ook een OMS. De OMS-fest is ook iets dat wel behoorlijk aanwezig is op festivals, of toch wordt geïmplementeerd op festivals, in de zomer van 2019 althans. En dan helemaal onderaan zijn het dan meer de harm reduction services. Relaxzone, slechts 2 festivals en een drugtesting service, 1 festival. Dat zal sowieso een Waals festival geweest zijn. Omtrent de percepties van drugrelateerde interventies. Daar is het zo, als je de vraag stelt van wat is de ervaren impact op het middelgebruik van die verschillende interventies. Het eerste dat denk ik opvalt is de grijze kleur. Dat is de kleur van geen impact. Dus bij alle interventies is er eigenlijk een meerderheid die aangeeft van dat die interventie zelf geen impact heeft. Er zijn natuurlijk wel wat verschillen. De repressieve acties, voornamelijk dan de politieinterventie met drugshonden, daar zie je wel dat het iets van impact geeft, toch in de richting van dat er minder gebruikt wordt. Maar er is nog altijd ook daar een meerderheid die aangeeft dat het in feite geen impact heeft. Dus de repressieve acties scoren iets beter, maar het is geen heel grote impact als je het totaalplaatje bekijkt. Als je de vraag iets anders stelt, dan zie je een heel ander plaatje. Zijn er toch ook wel andere kleuren dan grijs vertegenwoordigd? Dus rond die percepties van drugrelateerde interventies met een impact op het risicovol gebruik, dan zie je ergens logischerwijs de preventie- en harm reduction acties bovenaan, met helemaal bovenaan een drugtesting service.
waarin toch een hele grote groep van respondenten aangeeft van dat dat een impact heeft op op minder risicovol gebruik of iets minder risicovol gebruik, dan zijn bijna alle respondenten van overtuigd. Maar dan ook helemaal onderaan de lijst zie je eigenlijk de omgekeerde richting dan van eigenlijk acties die net het omgekeerde effect hebben, of ja, althans de perceptie daar rond heerst, dat er meer risicovol of iets meer risicovol wordt gebruikt net omwille van die interventies. En dan helemaal onderaan zie je de topper van de vorige vraag staan, een politie-interventie met drushonden. Die heeft dan weer als keerzijde, of als sterke keerzijde, dat er een hele grote groep ervan uitgaat dat dat een impact heeft op een risicovol of iets risicovoller manier van druggebruik. Dat is toch het belangrijkste, iets heel belangrijks dat we hierin willen meenemen. En dan ga ik ineens al over tot het kwalitatief luik, dat is het grootste stuk. Ik start met de interviews met festivalgangers. Even meegeven, wie waren die mensen dat we geïnterviewd hadden? Het zijn uiteindelijk 20 respondenten, Nederlandstalige respondenten, dat we bevraagd hebben. Dat waren mensen die ook meegewerkt hadden aan de ISM-studie. En die bereid waren om nog verder mee te gaan in ons onderzoek. De interviews zijn net in het begin van de coronacrisis gebeurd, zijn dus allemaal online gebeurd, vorig jaar. En ja, we hebben ook terug, en dat was voor ons ook een belangrijk, eigenlijk een beetje een voorwaarde bijna, dat we wel die druggebruiker, of de personen die ervaring hebben met illegale middelen, er toch vooral uitgepikt hebben. Omdat natuurlijk interventies, of die drugrelateerde interventies, net gefocust zijn op die doelgroep vaak. Ik start voornamelijk met codes, om zo tot de resultaten te komen. Dus ik ga jullie even bombarderen met een hele hoop codes. Ik hoop dat ik binnen de tijd blijf, je mag me altijd waarschuwen als ik er zwaar over ga. Dus ik start nu meer met die percepties rond druggebruik of normen van druggebruik, met deze code. Ik ben vrij rationeel en ik heb dat op voorhand ook allemaal opgezocht, wat ik allemaal moest doen, wat voor effecten dat kon hebben, wat het kon doen om, als het te erg werd, alleen genoeg raad ook ingewonnen bij mensen die dat wel vaker hebben gedaan, nooit te veel pakken, altijd zo in kwartjes bijpakken in plaats van ineens een halve pil. Ik beschouw mezelf wel als een veilige gebruiker of zo, lacht. Dus hier zie je vooral, en dat komt heel vaak voor in de interviews met festivalhangers, dat ze hun eigen gebruik als veilig, of soms waren ze genuanceerder en zeiden ze van zo veilig mogelijk. Ik denk dat dat ook het lachje is van die persoon die ook ergens wel inziet van ja, helemaal veilig is bijna onmogelijk. Maar toch zo veilig mogelijk. Daar werd ook vaak die nuance gebracht. En ook het zoeken naar informatie, geïnformeerd zijn of geïnformeerd worden, is iets dat heel vaak terugkwam als het gaat over de perceptie rond hun persoonlijk gebruik bij de respondenten die wij bevraagd hebben, de festivalhangers. Dan een volgende quote. Vroeger had ik daar een duidelijke grens tussen getrokken, dat illegale middelen, dat ik daar absoluut tegen was. Maar ja, aangezien ik zelf ook vind dat alcohol ook al een redelijk zwaar iets is, heb ik dat, dus die grens tussen legaal en illegaal, eigenlijk iets minder van belang gehad. Want ja, dat hangt allemaal van de situatie af, hoe je ermee omgaat, sowieso. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld iets illegaals gebruikt, maar dat je er meer verantwoord mee omgaat dan bijvoorbeeld met alcoholgebruik. Dus het is een beetje het totaalplaatje. Dus hierin kwam ook heel vaak terug in de interviews. Dus het onderscheid tussen legale en illegale middelen, wat in feite voor veel mensen van onderschikt belang was. Het was vooral die focus op wat zijn de effecten van dat middel, wat zijn de risico's van dat middel. En verantwoord gebruik, verantwoord mee omgaan, was voor hen een belangrijker onderscheid dan als het nu om illegale of legale middelen gaat. En dan nog toevoegend, omtrent de normen van middelengebruik, zie je algemeen vonden de meeste mensen dat middelen, en dan in eerste instantie natuurlijk alcohol, ik denk dat het niet verrassend is,
alomtegenwoordig is op festivals en daarbuiten. Het is ook eenmaal sociaal geaccepteerd, werd vaak gezegd. We leven in een alcoholcultuur. Als het over illegale middelen ging, was het ook wel vaak zo dat het aanwezig is, alomtegenwoordig. Was dan afhankelijk van festival tot festival. Er is natuurlijk ook afhankelijk van type middel. Vaak ging het dan, als het over illegale middelen gaat, over cannabis. Cannabis werd iets meer, wordt ook vaker iets meer geaccepteerd in de lijst van illegale middelen dan andere. Maar ook afhankelijk van type festival kan het zijn, ja, bij de elektronische dance music scene, deze events, wordt dan vaak de link gemaakt met stimulerende middelen. En als het dan gaat over de attitude, zag je eigenlijk een beetje beide richtingen. Soms durf ik niet echt zo op leeftijd plakken, maar toch zo ergens meer bij een ouder publiek een meer open attitude. Maar ik durf mijn hand daarvoor niet in het vuur te steken. En dat het dan bij jongeren eerder nog verborgen, iets meer verborgen gebeurt. Of dat er toch meer nog, ja, geen schaamte, maar dat men er alleszins minder open voor is over hun gebruik. Dus dat was zo wat dubbel. Er was niet één lijn in te trekken, alleszins, om het zo te zijn. Dan overgaande rond de percepties omtrent de EHBO-diensten. Terug met een cold start. Ik zal veel sneller met iemand onder invloed van alcohol naar de EHBO gaan dan onder invloed van illegale substantie. Want het is veel meer ja, aanvaard of minder fout om te zeggen van, ze gaan misschien zeggen van, allee, je hebt hem te zat laten worden, of wat heeft hij nu gedaan, maar het zal daarbij blijven. Er gaat niemand de politie bellen of er gaat niet van het festivalterrein gesmeten worden, terwijl dat je dat toch niet weet met andere substanties. Ja, dat is zo wat een beetje een goed voorbeeld van de terughoudendheid om hulp te zoeken bij de gerelateerde problemen. En dat gaat uiteindelijk niet enkel, nu is het een voorbeeld van een illegaal middel, maar ook bij alcohol is er een bepaalde terughoudendheid daaromtrend. We gaan altijd eerst proberen zelf het probleem op te lossen of bij vrienden te raden gaan, dan dat ze direct omwille van drugrelateerde redenen naar een EHBO stappen. Dus ook die angst om beoordeeld te worden, wordt toch vaak weergegeven. Maar algemeen, de perceptie over een EHBO-dienst is dat het een gevoel van veiligheid heeft. Dat werd heel vaak gezegd. Ook de intentie is er om gebruik te maken van EHBO-diensten, maar dan toch weer erg die kanttekening van een zekere terughoudendheid, als het dan echt specifiek gaat over drugrelateerde interventies. Wat heb ik daar nog niet rond gezegd? Ook bepaalde drempels die worden ervaren in de context ook soms van die repressieve maatregelen die aanwezig zijn. Maar ook heel af en toe was het zo dat, ja, dat er respondenten waren die aangaven dat er eigenlijk dat personeel een bepaalde ja, gebrek heeft aan specifieke drugrelateerde kennis. Er werd ook een aantal keer vermeld, dan voornamelijk in die context van psychedelica gebruik. De ervaring met EHBO, er was niemand die persoonlijke ervaring had van onze respondenten, maar ze hadden wel ervaring met bijvoorbeeld het assisteren van vrienden of andere festivalhangers naar de EHBO. Als het alcohol gerelateerd werd, was het positief. Als het over andere middelen ging, was het zowat 50-50 mensen die positieve ervaring hadden en mensen die negatieve ervaring hadden. Dan ging het vaak over ja, zich beoordeeld voelen. Of dat de vrienden die dat gevoel hadden. Dan omtrent de perceptie rond preventie en harm reduction acties bij festivalhangers. De focus is hoofdzakelijk op harm reduction acties gericht geweest, eigenlijk een beetje vanuit respondenten zelf. Hoewel we af en toe wel moeten uitleggen hebben wat harm reduction is, maar eenmaal ze mee waren in het verhaal, ging het eigenlijk vooral over die harm reduction acties. De ervaren impact is eigenlijk gelijkaardig hoe dat in de ISM-studie naar voren kwam. Dus eigenlijk geen impact als het op vlak van meer of minder gebruik is, maar wel dan die potentiële impact op vlak van een veiliger gebruik, minder risicovol gebruik. Als het dan specifiek gaat, en ik denk dat dat wel interessant is hier in het publiek, dat ik even een aantal harm reduction acties specifiek eruit leg. Dus als het dan over de infostand gaat,
Dat is niet toevallig dat Save & Sound ter sprake komt, denk ik. Dus met deze quote, ik ben wel eens gaan kijken naar het standje van Save & Sound, maar de informatie die ik wou, dat had ik op voorhand eigenlijk al opgezocht. Dat is iets dat toch wel af en toe naar voren kwam bij respondenten, dat ze eigenlijk al geïnformeerd waren over het thema middelengebruik. En daarboven waren er ook nog mensen die zeiden van, ja, dat niet iedereen er even vatbaar voor is, voor het informatieve aspect. Dan hadden ze als voorbeeld zo van, ja, ik ben wel iemand die sneller naar die infostand stapt, omdat ik zie dat mijn vrienden dat minder snel doen, dan neem ik wat boekjes mee. En die leek ze dan uit aan mijn vrienden. En op die manier bereiken ze uiteindelijk toch de doelgroep. Maar dat waren zaken die wel naar voren kwamen. Ook mensen die, ja, die dat heel direct aan waren, die zeiden van, eigenlijk interesseert mij dat minder, behalve mocht je nu weten wat er in je drugs zit, dat er een drugtestingservice erbij was, dat zou ook wel een keer gaan. En drempels, de belangrijkste drempel bij een infostand is ergens, ja, dat wettelijk kader, dat verwarrend is op zijn minst voor mensen dat ze eerst gecontroleerd zijn geweest en dan opeens kan er openlijk over illegaal druggebruik worden gebabbeld. Dat is natuurlijk ergens voor een stukje paradoxaal. Dan specifiek over de relaxzone, startend met een quote terug. Natuurlijk voor de mensen die dat dan niet zo iemand, het ging over tripsitter, hebben of die echt heel hard aan het trippen, dan kan dat een relaxzone inderdaad wel een oplossing bieden. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat er iemand bij is die ze rustig kan helpen, iemand er iets van af weet. Ja, zeker ook bij psychedelica, want als ze naar de dokter zou gaan en ze zit onder invloed van psychedelica, die gaat je waarschijnlijk een benzo of zo geven voor te kalmeren, voor de trip wat te verminderen, maar die weet niet wat hij doormaakt op dat moment. Dus ja, een relaxzone wordt echt ervaren, voor degenen die er natuurlijk mee vertrouwd zijn, als een gespecialiseerde hulp en een steun voor gebruikers van, voornamelijk dan in die richting van tripmiddelen, psychedelica. En eigenlijk voor een aantal mensen werd dat ook expliciet uitgedrukt, dus het belang van die niet-medische benadering. Een aantal andere zaken, ja, dus hetgeen dat ik net wel al zei, dus veel respondenten die er eigenlijk niet mee vertrouwd zijn of niet verwarren met een chill-out, wat op zich versterkt wel de verwarring als je het puur op naam bekijkt, relax of chill. En dan ook, ja, het wordt ervaren als niet gekend en gebruikelijk op festivals in België. En ja, ook in de on-the-spot observaties waren er ook maar 2 festivals waar het aanwezig was, van de 26. En de ervaringen zijn meestal gelinkt aan 1 specifiek festival. Ik denk, mensen die een beetje thuis zijn in de wereld, weten wel over welk festival het gaat. Dan het volgende ging in de context van drugtestingservice. Volgende quote. Je kan je wel informeren op voorhand en ook zo, kom aan, op het einde weet je nog altijd niet helemaal zeker wat je neemt. Maar je weet dan dat er iets in zit, dat er niet moet inzitten, of dat het heel zwaar gedoseerd is of heel zuiver. Dan kan je dosis ook al wat aanpassen aan hetgeen dat je hebt, waardoor je minder gemakkelijk een overdosis hebt of andere negatieve effecten. Dus drugtestingservice komt eigenlijk naar voren als bij de respondenten als de meest effectieve vorm van harm reduction. Het biedt gewoon die potentiële impact richting een veilig gebruik, zoals in dat voorbeeld hier van die code, naar een correctere vorm van doseren. Als je weet wat erin zit, kan je dat bijstellen in de richting van ja, hoe zwaar het middel is. Daarboven kun je nog ook zeggen, werd ook af en toe vermeld, dat een drugtestingservice op zich nooit op zich er moet zijn. Dat moet heel ingebed zijn en ook in een heel van andere harm reduction acties. Bijvoorbeeld, er zijn vervuilde drugs getest geweest. Ja, dan is het ook heel belangrijk dat dat naar buiten komt, dat er informatiebanners worden opgehangen, dat dat wordt via de infostand verspreid en dergelijke. Er waren uiteindelijk 2 respondenten die ervaring hadden met een drugtestingservice, eentje binnen België en eentje buiten België op een festival. Ze hadden het als positief ervaren en verwezen voornamelijk naar dat counseling aspect. Dus het was niet enkel hier, baf, hier zijn de resultaten. Er was ook een heel gesprek mee gepaard. En ze verwezen ook naar het feit dat het niet erg gekend is in ons land. Omtrent nog andere harm reduction services. Er gaat dus water, was opvallend.
gratis waterpunt, dat het vaak eigenlijk niet werd gelinkt met de gerelateerde zaken. Eigenlijk voornamelijk aan, ik dacht dat het vooral te maken had met het warme weer. Dus er waren maar twee respondenten uiteindelijk die het echte gebruik van hadden gemaakt in de context van hun druggebruik. En bij informatiebanners, het belang van de inhoud werd wel vaak aangehaald, dat het vooral dat positief moest zijn op maat van de doelgroep. Als je gewoon een boodschap lanceert van drugs zijn verboden, dat weinig impact heeft. Dan omtrent de repressieve acties, de perceptie bij festivalgangers. Een rationele attitude tegenover repressieve acties stond ergens in het begin behoorlijk centraal. Dan verwezen ze naar het feit, begrijp het, dan er controles zijn, want er is nu eenmaal de Belgische drugswetgeving. En ook in functie van de algemene veiligheid, ook naar wapens toe of andere zaken rond veiligheid, was van de mensen maar meer normaal dat er ook repressieve acties aanwezig zijn op festivals. Natuurlijk, als het dan ging over specifiek het middelengebruik, dan keerde de attitude toch vaak, zeker bijna bij de helft van de respondenten, expliciet uit naar negatieve attitude. Om verschillende redenen. De meeste ervaringen waren met politie-interventies met drugshanden op festivals. Er waren enkele mensen die persoonlijke ervaring hadden met de fouillering. En als dan werd er snel verwezen naar die selectie. Waarom worden zij eruit geselecteerd? En dat was dan vaak het gevoel dat het omwille van uiterlijke kenmerken was of een bepaald voorkomen. Ook het huidskleur werd eens vermeld. En ook werd er verwezen naar naaktfoeies, maar dat waren dan ervaringen van vrienden. Ik kan me voorstellen dat dat sowieso negatieve ervaringen zijn geweest. Eén persoon die de ervaring had met zo'n boete betalen, die was daar op zich dan eenmaal over begon. Behoorlijk gefrustreerd rond. En het enige dat hij zei, van het enige dat ik eruit geleerd heb, is dat ik de volgende keer op een andere manier mijn drugs verbergen of op voorhand. Het was in die richting, dat was zijn lesje dat hij geleerd had. Dus hij was daar behoorlijk gefrustreerd rond. Dus okay, het is maar één voorbeeld natuurlijk. En ook de drugston werd al door verschillende respondenten opgemerkt, maar geen enkele persoon had er gebruik van gemaakt. En ervaring met securitypersoneel wordt dan voornamelijk aan de ingang van een festival, werd op zich iets minder als negatief ervaren. En er waren zelfs enkele respondenten die zeiden dat eigenlijk die controles totaal niet strikt zijn en oppervlakkig gebeuren. Overgaan naar twee volgende quotes, ook in de context van de ervaren impact van repressieve acties. De linkse gaat als volgt. Het zal misschien een kleine impact hebben van hoeveel dat mensen meenemen, maar ik zeg het, iedereen die het wil doen, neemt het wel mee. Of doet het dan op de camping of zo. Ja, ik denk dat dat op zich niet zo gigantisch veel impact heeft. Als een festivalganger drugs wil gebruiken, gaat hij dat op een of andere manier toch doen met of zonder die controles. Dan een andere quote. Dat hij op een onveilige manier ermee omgaat, gaat omdat het stiekemer doet of een grotere dosis in één keer. Omdat ze weet misschien krijg ik het niet meer allemaal binnen op het festivalterrein en dan kan ik niet meer bijdoseren naarmate het festival vordert. En dat het algemeen ook meer schrik hebt om de politie betrokken wordt, moest ze bij een andere hulpverlener of stuur terechtkomen, waardoor de drempel voor alle andere hulpverlening ook hoger ligt. Dus wat er hier vaak naar voren kwam, omtrent die ervaren impact van de repressieve acties, ligt ook voor een stuk in lijn met de ISM-studie. Geen of weinig impact op het gebruik, want festivalhangers gaan vaak anticiperen op de controles. En het heeft dan nog bovendien potentieel negatieve impact op de gezondheid. Dus ook een beetje hetzelfde die terugkomt. Om even te focussen op die negatieve impact op gezondheid, waren er uiteindelijk wat voornamelijk vanuit de perceptie naar andere gebruikers toe, als het dan over echt persoonlijke ervaringen ging, dan waren er twee respondenten die hadden aangegeven van dat ze eens alle drugs in één keer hadden gebruikt en dat niet hun bedoeling was.
En dan andere zaken die dan ook naar voren komen, angst om hulp te zoeken, meer alcohol gebruiken in de plaats. En een aantal keren ja, het kopen bij een onbekende dealer. Maar dat was dan geen persoonlijke ervaring, dat was dan in de context van, ik denk dat gebruikers zo zouden reageren. Dan, ik hoop dat jullie nog allemaal een beetje energie hebben om ook nog de interviews met festival stakeholders door te nemen. Wie waren die mensen? Uiteindelijk was het een selectieve sampling. Was voor ons vooral belangrijk om die verschillende rollen te bevragen. Dus de grootste groep, 1/3, was festivalorganisator of preventie- en harm reduction werker. Dan vooral de Franstalige kant. Aan de Nederlandstalige kant hebben we uiteindelijk 26 stakeholders bevraagd. 77% deed het professioneel. En daarnaast hebben we ook wel nog een behoorlijk percentage IHBO-medewerkers en ook aan de repressieve kant, alles samengeteld, toch een 1/4 van de festivalstakeholders bevraagd. Die hebben we vorig jaar en dit jaar bevraagd, face-to-face of online. Weer startende met de perceptie rond het teruggebruik of normen van de gebruik. Twee korte quotes. Als ik het vergelijk natuurlijk met de jaren 90, is er wel een taboe doorbroken. Het is in de mainstream gekropen. En dan tweede quote. Ik weet niet of de mensen het nu meer aanvaarden, maar ik denk wel dat de mensen meer bewust zijn dat het er gewoon is. Dat geloof ik wel. Gewoon omdat het ook in de media en alles, in heel onze leefwereld, komt terug veel meer ter sprake. Dus ook eigenlijk gelijkaardig, toch behoorlijk gelijkaardig als de perceptie bij de festivalgangers dat we bevraagd hebben. Dus dat middelgebruik, dat op zich alomtegenwoordig is, in de festivalcultuur aanwezig is, iets alledaags, maar afhankelijk van het type, afhankelijk van het festival. Normalisatie van druggebruik, dat was niet echt eensgezindheid over. Er waren mensen die in die richting gingen van, het gaat echt naar normalisering toe. Maar er was ook bepaalde mensen die zeiden van, ik merk niet dat dat normaal aan het worden is, of zo, als het dan gaat over illegale middelgebruik. Dus het is moeilijk om daar een lijn in te trekken ook. Wat wel weer terug belangrijk was, was dat onderscheid tussen recreationeel en problematisch gebruik. Dus een meer verantwoord gebruik ten opzichte van problematisch gebruik. Dat kwam ook wel vaak terug bij de stakeholders. Wat ik hier nog aan kan toevoegen, het belangrijkste heb ik hier gezegd. Dan specifiek weer ingaande op de perceptie van IHBO-diensten, omtrent IHBO-diensten. Vanuit hun eigen perceptie dan, bij de IHBO-medewerkers en medisch personeel zelf. Ervaren toch wel een evolutie van een stijgend aantal patiënten gelinkt aan druggebruik. En dat is dan vaak ook gelinkt met een evolutie naar een meer gemedicaliseerde zorg op festivals. Terwijl dat vroeger een IHBO was, letterlijk een IHBO, en ondertussen is er medisch personeel aanwezig, is er ook medisch apparatuur aanwezig. Dus dat is toch een verandering dat ze aangaven. Ook gevallen van agressie op EHBO, voornamelijk dan gelinkt aan alcoholmisbruik. De festivalorganisatie, die een cruciale factor is om een geslaagde EHBO-dienst te kunnen opzetten. Dan ging het ook weer over dat taboe of normalisering. Al dan niet, was er toch ook weer moeilijk een lijn in te trekken. Enerzijds was er wel die ervaring van dat het nog altijd een taboe is, en zelfs over alcoholgebruik, mensen, of zeker jongere patiënten die dan zeggen, ik heb 5 pintjes gedronken, dan wisten de EHBO-medewerkers, dan doe ik dan maal 3. Langs de andere kant waren er dan ook verhalen op bepaalde festivals dat ze echt onder de indruk waren van het feit dat er zo openlijk werd gepraat over een lijntje kookstof, het is mij slecht bevallen, iets dergelijks of zo, werd dan gezegd. Dus het zijn zo beide verhalen dat je hoort, dat mensen er ook heel open over kunnen zijn. En ze hadden ook de nadruk wel gelegd, of er waren enkele die de nadruk hadden gelegd op het belang van dat patiënten zich veilig voelen, dat ze op hun gemak voelen op EHBO-dienst. En ook verwijzend naar het feit van dan ook best geen aanwezigheid van politie.
Dan meer algemeen over EHBO-diensten, dan kom je eigenlijk hetzelfde kom weer terug dan in het perspectief van de andere festival-stakeholders. Dus dat, ja, EHBO is een opvangnet. Een beetje hetzelfde principe als bij de festivalhangers. Ook het belang van de aanwezigheid van medisch personeel op EHBO-dienst. Dat is dan vooral vanuit de context van festivalorganisatoren werd dat toch meegegeven. Werd dat soms eerlijk meegegeven, want die heeft ook te maken met imago van het festival. Ja, bedoel, als er een drus, iemand die onder invloed is of die ja, in coma ligt door een middel van druggebruik, hij moet afgevoerd worden met ambulance, ja, dan is dat... Is dat al geweten? Is dat algemeen geweten? Ja, je hoort de ambulance. Ten opzichte van het feit, als er dan medisch personeel aanwezig is, die zelf medische apparatuur aanwezig heeft om ermee aan de slag te gaan, ja, dan heeft dat een impact op het imago van het festival. Ervaring van een goede samenwerking tussen EHBO-diensten en mobiele teams werd ook aangehaald. Dus om echt een detectie van ernstige gevallen te doen. Dat is eigenlijk een voorbeeld van een good practice, werd ook aangehaald. En dan ging ik het ook weer terug rond die specifieke kennis en expertise van EHBO-medewerkers of medisch personeel rond middelengebruik zelf. En dat was ook weer geen lijn te trekken. Er waren stakeholders die zeiden van ja, dus, ja die zijn minder thuis en hoe dat ze eigenlijk druggebruikers of mensen die drugs gebruiken eigenlijk op een goede manier moeten aanpakken. En dan waren er ook net stakeholders die vermelden dat het net in hun expertise ligt om die teruggeteerde kennis zit bij het medisch personeel. Dus dat was ook weer moeilijk een lijn te trekken, maar dat waren twee zaken die toch af en toe naar voren kwamen in beide richtingen. Repressieve acties, dus ook als een, ja, dat is ook al eerder vermeld geweest, maar ook vanuit het standpunt van andere festivalstakeholders was dat iets dat vaak naar voren kwam. Ik ga even de slide of de quote overlaten, want ik denk dat ik al wat bijna over mijn tijd aan het gaan ben. Het is heel vaak zo dat festivals en hun organisaties vooral fan zijn van zo van die one-shots, acties en interventies, waarvan dat we eigenlijk weten dat het niet echt veel doet. Maar dan kunnen ze wel zeggen dat ze een drugspreventie gedaan hebben natuurlijk. Dus dat is vaak wel een beetje een afweging van soms doen we dat wel of ondersteunen we daar bijvoorbeeld hun lokale preventiewerker in. Een beetje vanuit het idee van, stel dat we nu wat toegevingen doen, dan hebben we wel al een voet binnen voor misschien de volgende editie. Dat we wat integraler kunnen werken of zo. Dus dat was een quote van een preventie- of harm reduction werker. Nu had het over die perceptie van preventie en harm reduction acties vanuit het standpunt van de preventiewerkers zelf en harm reduction werkers zelf. Dus dat die acties deel moeten uitmaken van een integrale aanpak op festivals. Dat die losse acties eigenlijk te vermijden zijn. Ook andere zaken die vermeld geweest zijn door preventie- en harm reduction werkers, is dat het moeilijk is om de impact te meten van hun acties. Ook zelfs, ja, ze durven kritisch zijn over hun eigen vak, het efficiëntievraagstuk van een alcoholademtestactie, heeft dat wel zijn effect dat het beoogd te hebben. Ook effectief werd er aangehaald van dat een infostand bijvoorbeeld wel een kleine bereik heeft. Ja, het zat er geen 100 man aan zo'n infostandje, om het zo te zeggen. Maar natuurlijk, de impact die het wel heeft op persoonlijk niveau is wel groot. Werd vermeld. Dus kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. En dan ook weer terug, de festivalorganisatie die echt wel een belangrijke schakel is in het verhaal. En ook weer, het is al eerder gezegd geweest, maar ook vanuit het standpunt van de festival, vanuit de preventie- en harm reduction werkers, dus ook het gevoel dat voor festivalhangers een paradoxaal gevoel is dat strikte zero-tolerance beleid versus dan die harm reduction benadering. En dan ook een aanbeveling naar drug testing service op festivals. Je weet welke drugs er in omloop zijn en tegelijkertijd bereik je doelgroep. Dan nog de perceptie van andere stakeholders, als je nog altijd kan volgen. Dus die perceptie omtrent preventie- en harm reduction acties, maar dan bij andere stakeholders. Ik start terug met de quote van een festivalorganisator.
Vandaag moeten we omgaan met wat de wet ons verpleit. En dat is ook een constante oefening en discussie. Vandaag, de politie zegt, het moet zo. Je moet zero tolerance promoten. Dat moeten we doen. Ja, we moeten ermee omgaan en we willen ons hoofd niet in het zand steken, maar het is wel constant. Ik wil morgen niet naar de rechtbank moeten gaan, omdat ik de facilitator ben van drugsgebruik. Dus ja, dat wetgevende karakter wordt aangehaald door verschillende stakeholders. Dus, en ook autoriteiten zijn vooral vertrouwd eigenlijk met de wetshandhaving als antwoord op druggebruik. Dus, en men is ook vaak minder vertrouwd met de harm reduction aanpak. Ook is het niet als, wordt het niet als vanzelfsprekend gezien, die harm reduction aanpak. Hoewel dat er toch verschillende interviews waren dat toch wel zegt dat er zo'n lichte evolutie aan de gang is, dat het meer bespreekbaar is geworden, de harm reduction aanpak. En ook bij festivalorganisatoren is er een specifieke zorg ergens rond die implementatie van harm reduction acties. Dat is ook weer afhankelijk van de verwachtingen van het lokale beleid. Ja, als die zeggen het is zo, ja, dan mogen ze nog op hun kop staan, de festivalorganisatoren. Als het op die manier is, is het op die manier. Of dat wordt toch zo gepercipieerd. En ook ergens speelde het mee bij een aantal festivalorganisatoren van als je eenmaal harm reduction acties aanneemt, werd er gezegd van ja, dan ergens herken je dan dat je een drugprobleem hebt op je festival. Werd ook aangegeven door festivalorganisatoren. Zeker niet bij iedereen, maar het kwam daarvoor. En ook in vraag stellen van de impact en de effectiviteit van preventie en harm reduction acties werd ook wel een aantal keer naar voren gebracht bij een aantal stakeholders. Dan komen we tot de repressieve strategieën, de wetshandhavingsstrategieën. Ik start met volgende quote. Zoals ik al zei, dat is geen klopjacht. Als wij willen, kunnen wij daar, hoe meer we daar op een OMS-festivalprocedure aanpak dan, op inzet, hoe meer geld dat je binnenhaalt. En dat is zeker en vast niet de bedoeling. De bedoeling is gewoon om die aanwezigheid te tonen, om die controles, om te tonen, we staan hier wel, het is niet toegelaten, een signaal te geven dat gaat. Daar gaat het over. Dus het hoofddoel van repressieve acties bij alle stakeholders die werkzaam zijn in de wetshandhaving, er was niemand die poneerde van we gaan alle drugs tegenhouden of we gaan alle gebruikers tegenhouden of zo. Er was niemand die stelling nam, maar zowel wel wat het belangrijkste was voor hen, om dat duidelijk een signaal uit te sturen naar het festivalpubliek toe van illegale drugs zijn niet toegelaten. Ook af en toe komt het naar voren als hoofddoel van wij willen drugsdoden vermijden met onze aanpak. Dan nog een volgende quote. Als je een drugsdode hebt, heb je niet genoeg gecontroleerd en als je geen drugsdode hebt, dan heb je te veel gecontroleerd. Dat was ook zo een frustratie die af en toe naar voren kwam bij een aantal stakeholders uit de wetshandhaving. Van ja, er is die negatieve perceptie die hangt rond die drugrelateerde wetshandhaving in media en bij het publieke opinie frustreerde sommige mensen toch wel. Dus dat ook iets dat naar voren kwam dan. Dan concrete repressieve acties. Ik ga er ook heel snel even door. De wasstraat werd gezien als een efficiënte manier om drugscontroles te organiseren. Die OMS-fest was vooral heel interessant omdat je dan een daling hebt van administratief werk bij politie en parket. Werd er soms wel eens een kritische stem opgelaten van is die geldboete wel voldoende of is die geldboete, klopt dat wel? Want in ene regio is het zo, in de andere regio is het zo. Dus dat zou wel geharmoniseerd moeten worden. Er waren wel af en toe wel wat vragen rond of opmerkingen rond. En stakeholders ervaren ook verschillende reacties van festivalhangers, van eigenlijk meer het accepteren van de gevolgen van hun daden tot dat ze het niet appreciëren. Dan ook weer terug die goede samenwerking tussen politie en festivalorganisatie komt telkens terug bij elke gerelateerde actie door de stakeholders. Maar ook bij politie zelf of wetshandhaving in het algemeen
is ja, die stelling van dat het eigenlijk moeilijk te meten valt van wat hun impact nu eigenlijk is. En ook de vraag naar efficiëntie toe, dan gaat het natuurlijk over die, ja, het anticiperen op politiecontroles door festivalhangers. Daar zijn ze ook wel niet, ja, staan ze niet blind op, dat beseffen ze ook. Dus dat wordt ook wel meegegeven. En dan aanbeveling dat ze zelf aangeven, is ja, dat ze eigenlijk toch nog zouden kunnen meer inzetten op drugsdealers, of dat ze daarmee bezig zijn. Al dan niet, werd een voorbeeld aangehaald van politie en burger, de inzet van politie en burger in samenwerking met security, die ook zijn taak heeft, en daarin dat ze goed samenwerken om dan op drugsdealers in te zetten. Ook werd er verwezen naar, door anderen nog naar het belang van de humane aanpak, om daar niet te stellen met een leger aan politiemensen en drugshonden, maar het wat meer low profile aan te pakken, om op die manier toch meer het beoogde effect te behalen, in combinatie dan vaak met de inzet op drugdealers. Nog een quote. De festivalorganisatie wil nul tolerantie op drugs. De bewaking ziet dat. Oké, wij moeten controleren op drugs. Ja, maar de wetgeving zegt, wij mogen niet zoeken achter drugs, dus we gaan dat altijd toevallig aantreffen. Dus de finaliteit van de oppervlakkenaftasting aan de inkom vervaagt naar we gaan op zoek naar drugs. Dat was een quote van een security personeel. Dus ergens is het, ja, het probleem van wetgeving. Er werd een paar keer toch aangehaald dat het, ja, het is niet toegestaan om te controleren op bezit van illegale drugs. Enkel oppervlakkig controleren is toegestaan in het kader van algemene veiligheid. Zoek toch controle op wapens en zo. Maar als ze dan toevallig tussen aanhalingstekens aantreffen, dan is dan ook weer al niet toegestaan om illegale drugs in beslag te nemen. Dat moeten ze in feite de politie contacteren. Dus dat, ja, theorie en praktijk kan ik voorstellen dat dat problemen heeft. En ook in context van andere stakeholders, bijvoorbeeld festivalorganisatoren, die ervan uitgaan dat dat ook hun taak is, terwijl dat het eigenlijk officieel wettelijk gezien niet mag. De perceptie rond de repressieve acties bij andere stakeholders. In het algemeen worden er vaak gewoon positieve samenwerkingen aangehaald tussen de wetshandhaving en andere stakeholders. Op dat vlak, persoonlijk vlak vaak, is dat geen probleem. Maar als het dan gaat over een zero-tolerance-beleid, die wat strikter is in vergelijking met een paar jaar ervoor, ja, wordt dat als negatief ervaren door verschillende stakeholders. Dus ook verwijzend naar die beperkte impact, een negatieve impact op gezondheid van de festivalhangers, meer risico van gebruik enzovoort. Maar tegelijkertijd, of er werd ook heel vaak aangehaald dat het belang van repressieve acties werd ook aangehaald, dat dat noodzakelijk en essentieel is. En dan waren er ook concrete aanbevelingen vanuit de andere stakeholders naar voren geschoven, focus op drugdealers. Inzetten op rijden onder invloed zou kunnen meer op ingezet worden. Belang van samenwerking en duidelijke afspraak tussen de verschillende stakeholders. En dan ook, ja, soms werd het verwoord als een zero harm policy. Dus maar verwijzend naar een meer evenwichtig drugbeleid op festivals, waarin dat de verschillende pijlers aan bod kunnen komen. We zijn er dan bijna. Ik heb de resultaten erdoor gejaagd. Maar ondertussen hebben we dan het goede nieuws, dan moet je het rapport eigenlijk niet meer in detail lezen. Maar om nog even alles op te sommen, beginnend met de beperkingen, elk onderzoek heeft zijn beperkingen uiteraard. Als het dan gaat over het kwantitatieve deel, het gaat over zelfrapportering, dat is subjectief. We hebben één objectieve maatstaf, of toch grotendeels bevraagd. Iets dat ik nu niet ter sprake heb gebracht, maar dat je wel kan lezen in het rapport, is rond die, ja, we hebben ook mensen bevraagd die verschillende ervaringen hadden, die zowel illegale middelen hebben gebruikt, en dan met bepaalde acties in aanraking zijn gekomen, of er gebruik van hebben gemaakt. Ja, soms was dat een heel laag aantal, dus kun je er ook moeilijk grote conclusies uit trekken. Het gaat over soms een heel klein aantal ervaringen. Maar ook naar Hans het onderzoek toe, het is niet representatief. We hebben een hele groep van mensen bereikt die illegale middelen gebruiken. Ook heel vaak een sterke vertegenwoordiging van mensen die diploma hoger onderwijs hebben. Dus ja,
nogmaals, het is niet representatief voor de ganse Belgische populatie die naar festivals gaat. Dus dat even toch kaderen. En ook, we hebben een heel breed gamma van die 15 derogateerde interventies bestudeerd. En nader is dan ergens dat je ze niet in diepgang kan onderzoeken. Bijvoorbeeld, ja, drugtesting, er bestaan verschillende vormen van drugtesting. Je hebt een kleurentest, dat is totaal niet hetzelfde als een labotest. Dus daarin ja, is er misschien wel nuance verloren, maar ik denk toch dat de essentie vaak wel duidelijk is. Maar dat zijn zaken die natuurlijk ja, met meer onderzoek zou dat nog kunnen dieper op inzet worden op bepaalde derogateerde acties. Dus nog een keer concluderend over die percepties rond normen van middelgebruik. Het belangrijkste dat we daaruit kunnen leren, is dat ongeveer iedereen ervan overtuigd is, zowel festivalhangers als festivalstakeholders, dat middelgebruik aanwezig is op festivals. Afhankelijk van het type substantie kan dat nog eens schelen. En ook kenmerken van festival hebben een invloed daarin. Een belangrijk onderscheid dat veel respondenten maakten, was het onderscheid tussen recreationeel en problematisch gebruik, legaal en illegaal middelengebruik of middelen was van onderschikt belang bij veel respondenten. Dan specifiek een aantal gerelateerde diensten nog daaruit de conclusie. EHBO-diensten, wat mij toch opviel, dat die evolutie van eerste hulp naar gemedicaliseerde, gespecialiseerde hulp op festivals. Of toch vaak op festivals, specifieke barrières om hulp te vragen, werd ook heel uitvoerig besproken daarnet. Dan specifiek over preventie en harm reduction acties, wat ik daar meeneem, is dat nog altijd zelfs soms weinig of niet vertrouwd met het harm reduction concept. Drugtesting service wordt gezien als de harm reduction op zijn best eigenlijk. En bij repressieve acties is het, ja, van belang, hetgene dat we vooral bereiken, is dat duidelijk signalen uit te sturen dat illegale drugs niet getolereerd worden. De perceptie die er rond heerst, is dat het wel eerder een lage impact heeft op middelengebruik bij festivalhangers. Dus er wordt geanticipeerd op die controles. En dat het zelfs een negatieve impact kan hebben op gezondheid. En het belang van veiligheid wordt ook wel in de verf gezet. Dus bijvoorbeeld door ook de inzet op drugsdealers, om daarop in te zetten. Een laatste slide van de conclusie is de perceptie rond drugsgerelateerde interventies meer in het algemeen. Dus die integrale aanpak is toch wel belangrijk. Ook bij alle interventies komen het toch bij de stakeholders naar voren dat het ja, moeilijk is om die impact te meten van hun eigen werk. Dat efficiëntievraagstuk die er ook nog eens bij komt. En het belang van samenwerking werd heel vaak naar voren gehaald. Ook zeker de festivalorganisator als een belangrijke speler. En dan rond de gepercipieerde impact, dus zowel vanuit de ISM-studie als het kwalitatieve luik, is ja, dat de meeste acties ja, geen duidelijke impact hebben op het gebruik van illegale middelen en meer of minder gebruik, maar dat wel op vlak van risicovol druggebruik, dat er daar toch wel een meer duidelijkere resultaat naar voren komt, dat ja, harm reduction acties richting een minder risicovol gebruik gaan als ervaren impact, terwijl dan bij repressieve acties net het omgekeerde wordt te zien richting een meer risicovol of iets meer risicovol gebruik. En wat geven wij daar als onderzoeksteam nog in mee naar beleidsaanbevelingen toe? Dus eigenlijk hetgeen dat ik ook al voor een stuk wel al gezegd heb hoor. Die implementatie van een integraal en evenwichtig drugbeleid, daar gaat Jochen straks iets meer over zeggen in detail. Dus wat het belangrijkste is voor de respondenten was ook dat ja, zowel het veiligheids- als het gezondheidsaspect hierin belangrijk is en dat alle pijlers, preventie, harm reduction, zorg en repressie, dat die evenwaardig kunnen ingezet worden. Dan iets heel concreets, de aanstelling van een coördinatiecomité zou ideaal zijn om dat per festival te kunnen integreren.
Dus om tot collectief gedrag en beslissingen te komen. Dus zowel weer op dat veiligheids- en dat gezondheidsaspect. Dus dan heb ik niet enkel over druggebruik, maar dat kan ook gaan over seksuele gezondheid, dat de laatste tijd terug heel, in de media komt, terecht in de media komt. Dus dat soort zaken, dat kan aangepakt worden, dat gecoördineerd kan aangepakt worden met allemaal verschillende partners samen. Dus dan spreek ik over festivalorganisatie, dat uiteraard lokaal beleid, preventie, harm reduction en zorg en repressie. En om op regelmatige tijdstippen samen te komen, om goed voor te bereiden, het moment zelf te monitoren en eventueel bij te sturen. En om dan ook achteraf, heel belangrijk, wat vaak eigenlijk niet gebeurt, of te weinig gebeurt, of niet goed genoeg misschien, maar het evalueren van de aanpak van interventies zou zeker ook voldoende aandacht moeten krijgen. Dat kan dan via dat soort coördinatiecomité gebeuren. En een inzet van iemand die daar als intermediair aanwezig is, zou het alleen de boel nog maar gewoon kunnen faciliteren. En ook een festivalorganisator bijvoorbeeld ondersteunen. Ik denk dat dat vaak moeilijk is. Er werd ook af en toe aangehaald van, ja, wij weten soms ook onze weg niet in het landschap. Dus een intermediair zou hierin toch wel een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Maar ook omgekeerd, eigenlijk heeft een organisator ook zijn expertise, en dat werd een aantal keer in interviews naar voren gebracht, bijvoorbeeld rond communicatie. Stel dan, er is een vervuilde drus waargenomen op een festival, ja, dan kan een organisator heel snel massa's volk bereiken via hun app, via hun verschillende kanalen, Facebook, om dat in de verf te zetten. Dus ook de sterkte, de expertise van de organisator zelf zou eigenlijk kunnen worden ingezet op dat soort zaken. Ook zo, ja, een heel simpel voorbeeld, een festivalplannetje waarin dat de verschillende gerelateerde acties staan vermeld. Dat is ook iets dat zo af en toe naar voren kwam, van dat iets heel concreets dat zou een wereld van verschil kunnen maken voor verschillende acties, voor bepaalde acties. En dan een duidelijk wettelijk kader, dan is dat vooral in de context voornamelijk van harm reduction acties, dan in eerste instantie drug testing service, dat uit de grijze zone zou moeten gehaald worden. Maar ook naar het beveiligingspersoneel zou er toch meer duidelijkheid mogen komen en ook het informeren van andere actoren hieromtrent, op zijn minst, zou toch belangrijk zijn. Wat kan of wat kan niet, als het dan gaat over illegaal middelengebruik. Het harmoniseren van algemeen drugbeleid is ook eigenlijk al gezegd geweest, dus meer samenhang creëren en tegenstrijdigheden vermijden. Ook inzet voor gespecialiseerde trainingen om in de omgang met personen die drugs gebruiken, om daar meer op in te zetten, hoe daarmee om te gaan. Voor de actoren die in aanraking komen met mensen die drugs gebruiken. En dan evaluatie ook, hetgeen dat ik daarnet al wat zei, rond de impact van drugrelateerde interventies. Om ook daarop in te zetten. Zowel organisaties zelf of beleidsactoren. Maar natuurlijk ook wetenschappelijk zou dat ook interessant kunnen zijn om een voor- en een nabeschouwing in studie te kunnen doen, longitudinaal onderzoek, om zo een beter zicht te krijgen op wat was de impact van al deze interventies die worden ingezet. En dan heb ik het hierbij houden. Dus het volledige onderzoeksrapport is raadpleegbaar via de link dat je niet kan zien, maar het is in het blauw. En ook mijn e-mailadres kan je niet zien, niet handig. Dat is wel de layout van toch een andere PowerPoint-versie. Als je vragen hebt, kun je dat er nu tijd voor is. Of ook achteraf kun je mij zeker bereiken via bert.hoogspie@vives.be. Ondertussen dus werkzaam bij Vives Hogeschool. En hier zien we ook nog eens het onderzoeksteam. Dank je wel voor jullie aandacht.